Goeiedag, Ramon hier van Mr. Mel. In deze video wil ik laten zien hoe we ons tuig, en dat maakt niet uit of het het zwarte tuig of het grijze tuigje is, maar hoe we die kunnen gaan verstellen. De tuigen die hebben een matenbel. En die matenbel, ja, we moeten toch wel iets aanhouden natuurlijk, zodat de mensen weten wat de beste maat is, wat bij hun hond past. Maar de maten zijn best wel wat ruimer. We kunnen namelijk het tuig zoveel groter en kleiner maken totdat deze twee punten elkaar raken. Nou. Het tuig kan dus nu kleiner gemaakt worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Ik begin eventjes bij de hoofdsluiting. Hopsakee. We zien hier, hij is al best wel kort, maar kan nog een stukje kleiner. Dan gaan we eerst eens even goed kijken hoe die in elkaar zit. Nou, we kunnen nu niet zoveel zien, dus we gaan het een beetje makkelijker maken. We halen hem hier eronderuit en dan hebben we wat meer zicht op het hele gordeltje. Nou, de bedoeling is dat we hem korter gaan maken. Hè? We hebben net gezien dat hij wel een centimeter of twee ongeveer korter kan. Nou, dan is het de bedoeling dat deze, de onderste gordel, die moet korter worden. Dus we gaan de bovenste, die gaan we wat strakker trekken. Eerst haal ik deze wat terug, zodat we iets meer ruimte hebben. Bekijk dat hier, dan kan ik het gordeltje gaan verplaatsen, of het gespje, klikgespje, dat ding heeft allemaal namen. En dan trekken we hem boven het andere gespje, wat hem eigenlijk strak houdt, trekken we hem wat terug. Ook weer zo erdoorheen. En dan zien we, ik heb een heel lang stuk over. Nou, even controleren of die kort genoeg is. Terugduwen. Inklikken. En dan zien we dat die absoluut op zijn kleinste stand staat. Nou, dit is niet mooi, zo'n losse slap hier. Een slap, een flap. Die duw ik hier eronderin. Nou, we kunnen een keer dubbel vouwen. Lastiger. Je moet er een klein beetje tijd en energie in duwen. Maar dan heb je er wel veel profijt van. Vervolgens wil ik eigenlijk dat deze gesp zo ver mogelijk naar beneden zit. Dus dat die gaat zo ver mogelijk daarin weer terug. En die maken we zo lang mogelijk. Dan zit die mooi. Aan de andere kant gaan we hetzelfde doen, maar hier zit geen klikgesp. Ook hier kunnen we natuurlijk een heel stuk kleiner maken. Nou, wat is dat? Een centimeter of vijf ongeveer. Dat gaan we als volgt doen. Dan gaan we eerst weer goed kijken. Welke moeten we langer maken en welke moet korter? Even kijken. Dan zien we dat deze gesp, de band, hier bovenover gaat. En die komt natuurlijk weer, die gaat hierin. Hierin. En dan komt die terug. Dus deze willen we meer naar binnen toe duwen. En de andere, die, de onderkant, die moet naar buiten komen. Eerst even een dikke 5 centimeter weer terug. Dan moeten we wat extra ruimte maken. Ook hier is weer even wat lastiger. Ik zorg dat die lus wat hier zat nu aan deze kant zit. En dan trek ik hem langer. Trek ik eigenlijk de onderkant gewoon weg.
Hop. En nog een keer. En dan zien we dat dit de kleinste stand is. En zo kan dat natuurlijk ook aan de andere kant. Let erop dat je niet van die losse flappen hebt. Dat is storend voor de hond. Altijd, hoppakee, zo ver mogelijk naar achter. Wel opletten dat je hem niet zo op die stiknaad gaat klemmen. Want dan houdt hij niet goed vast. Hij moet echt op het laatste stukje. Hier is de stiknaad, die stopt hier. En dit is het verste hoe je hem vast moet zetten. En dan klemt hij zichzelf heel goed vast. Ik hoop dat dit lukt. Zijn er vragen? Stel ze gerust.